Welkom dames en heren bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga een unboxing video doen van de Z-Box. En ik weet nog helemaal niet wat het precies inhoudt. Toen ik hem heb besteld, toen moest ik een maat invullen. Dus ja, wie weet zit er wel iets in wat ik kan aantrekken of zo. Misschien zijn het, nou, schoenen niet, want ik heb een L ingevuld. Het is dus een t-shirt maat. De Z-Box is dus een box die je krijgt, zoals je nu ook hier ziet. En die heeft dus een thema. En dit keer is het een thema die heel erg bij mij past, namelijk Undead. Nou, zoals je ziet is het formaat gewoon net een schoenendoos, lijkt het net een beetje. En ik ga hem uitpakken. Ik heb hier al een schaartje neergelegd. Hier zit een soort van stickertje. Kom op, maar dan weten we wel dat het in ieder geval stevig in elkaar zit. Ik ga hem openen. En wat komt er? Oh, dit ziet er heel creepy uit. Wauw. En ik zie echt allemaal spulletjes erin. Ik ben echt heel benieuwd, want ik zie nou al echt fantastische leuke dingen. En jullie hebben zoiets van, ik wil weten wat erin zit. Ik zie hier, oh, dit is echt heel gaaf. Maar ik zie The Walking Dead figuren. En dit keer heb ik Michonne. En ik heb een one-eyed zombie. Het ziet er echt fantastisch uit. Ik vind hem, ja, wauw. The Walking Dead ben ik helemaal fan van. En ik had eigenlijk wel gehoopt dat er iets van The Walking Dead in zat. Ik kan eigenlijk niet wachten. Het zijn een soort van figures van The Walking Dead. Figures zeg je volgens mij. Het lijkt net een soort Lego. Oh, ik kan het eraf halen. ik heb de huid eraf gehaald. Dit is natuurlijk Michonne. Kijk, dit is Michonne. Het lijkt net een beetje een Lego poppetje idee. En ze heeft ook dat samurai zwaardje dat erin zit. Kijk, dit is schitterend. Ja, ik ben Walking Dead fan, dus dan is dat heel erg gaaf. Ik heb hier een zwaardje. En dat zwaardje kan je waarschijnlijk in de hand doen. Tjak, kan het hoofd eraf? Dat zou mooi zijn, wacht even. Ja, kijk, onthoofding. Dit is realistisch. Ik heb het wel helemaal gesloopt nu. Het volgende wat ik eruit pak is een sticker. United Kingdom Zombie Hunting Permit. Gaaf, een sticker. Wat zit er nog meer in? Zombie Button Badges. Oh, wauw. Oh, dit is heel gaaf. Er zitten badges in die je op je jas kan doen of op je tas. En het zijn er een stuk of 6. En je ziet er echt hele leuke erbij. Dat ziet er echt fantastisch uit. Button patch. Oh ja, het zijn er 6. Twee grote en 4 kleintjes. Ik vind ze echt heel gaaf. Dit allemaal in de Z-Box. Het volgende, wat is dit? Zombies, A Living History. Ik krijg gewoon een DVD erbij. En het gaat gewoon helemaal over zombies. Even kijken als we de disc laten zien. Wauw. Ik ben hier heel erg blij mee, want ik ben echt een zombie fan. Wat zit er nog meer in? Wat is dit? John Carpenter's The Fog. Wat is dit? Meen je dit? Is dit serieus een... Nou, oké. Okay. Ja, ik krijg een LP-plaat. Wat grappig. Dit ziet er heel grappig uit. Ik weet niet, het lijkt net heel alsof het nep is. Maar het ziet wel echt fantastisch uit. Een soort van LP-plaat hebben ze hierin gedaan. The Fog. Het volgende wat we krijgen is, even kijken, de Z-Box Magazine. Dit is een boekje. Oh, wat leuk. En er staan dus allerlei dingetjes in over zombies. Elke keer heeft de Z-Box een nieuw thema. Dus als het de ene keer Marvel thema is, of de andere keer is het dus nu de zombies, dan is het dus in jou de keus, wil jij zoiets hebben of niet? En het gaat natuurlijk over het volgende wat ik nu erin tref. En dat is een t-shirt. Daarom moest ik natuurlijk de maat selecteren. Oh, dit is gaaf. Moet je deze kijken, jongens. Dit is een heel vet t-shirt. Dit ziet er wel echt gaaf uit. Het is ook helemaal niet van een spel, geloof ik. Het is gewoon een random shirt. Dat is gaaf. Het hoeft niet altijd van een film te zijn of van een game of zo. Maar dit is gewoon een prachtig artwork. Dit t-shirt hebben we ook gekregen. Er zit natuurlijk nog meer in. Ja, er zit echt bizar veel in die doos. We krijgen ook zombie sokken. Nee joh. Ik wil die wel uitpakken, want dit is echt wel heel erg gaaf. Zombie sokken. Kijk dan. Het zijn dus sokken. Oh nee. Kijk dan. Dit is zo grappig. Dit heb ik serieus nog nooit gezien. Dit is dus zeg maar mijn voet. En er zijn stukjes bot die er tussendoor komen. De Undead Socks. Heel gaaf. Oh, die vind ik echt heel tof. Het laatste wat erin zit is dit. Brain Clicker. Ik weet niet, er staat nog wat in trouwens. In een wereld
veroverd door de doden, we are forced to finally start living. Waarin we eigenlijk verplicht zijn om weer te beginnen met leven. Dat staat er in die box nog als tekst. Ik ben echt heel blij met dit. Ik ga dit eens kijken. Wat is dit voor iets? Ingrediënten, glucose, siroop, water. Volgens mij is het een snoepje. Ik wil het wel proberen. Ik ben niet zo'n snoeper. Ik had trouwens niet verwacht toen ik de Z-box kreeg van wat zou erin moeten zitten. Oké, het is een bal. En misschien moet ik schudden of zo. En... oh, dat ding komt om dat balletje heen. Oké. Dat is eigenlijk helemaal niet zo slecht. Oké, dat is heel zuur. Maar wel heel erg lekker. Brain liquor. Ik vind het echt wel heel origineel. Je krijgt een sticker, je krijgt een magazine, je krijgt een t-shirt, je krijgt een snoepje. Je krijgt sokken, je krijgt een t-shirt. Ik krijg badges. Wat zit er allemaal in, joh? Dus, ik krijg een LP-plaat van de FOK. Wil je ook de Z-box hebben? Dan kan dat door hem onderin de beschrijving op het linkje te klikken. En dan kan jij hem ook bestellen als je deze box ook in huis wil hebben. Er zitten ontzettend leuke dingen in. En elke keer komt er dus een nieuw thema voor de Z-box. Ik hoop dat jullie dit een leuke unboxing video vonden. En als je nog meer van zulke unboxing video's wilt zien in de toekomst, laat het weten in de comments onderin. En laat ook weten of jij de Z-box gaat halen. Het lijkt me leuk als jullie een video maken en daarin uitleggen. Of misschien wel de unboxing video zelf maken. Dat jullie laat zien hoe blij je bent met de Z-box. Stuur even een berichtje of een e-mail naar me toe met dat linkje van het YouTube filmpje. En ik ga hem zeker weten kijken en ik zal er zeker een leuk antwoord op geven. Ik wil dus nog één dingetje uitleggen voordat er anders vragen over komen. Als je naar de Zavvi website gaat, zie je dat de Undead box van de Z-box is uitverkocht. Dat klopt, want je kan die niet meer kopen helaas. Maar je kan wel de volgende Z-box halen en dat is in de stijl van de retro games. Ben jij gewoon fan van Sonic en van Mario en al die dingen? Zou je informatie erover willen zien? Misschien ontvang je wel weer een gave DVD ervoor. Er is weer een exclusief t-shirt erin. Klik dan onder in de beschrijving op de link voor de retro box van de Z-box. Dus nogmaals, je kan de Undead box niet meer krijgen. Dus wat ik net heb uitgepakt, dat is al uitverkocht. En aan het eind van maart, dan zal Zavvi over iedereen die de Z-box heeft besteld, zullen ze het toesturen. En dat alleen aan het einde van elke maand. Dus elke maand komt er dus een Z-box en heb je de kans om hem te bestellen. Maar doe het wel voor het einde van de maand, want anders kan je hem niet meer krijgen en is die uitverkocht. Er zijn maar een aantal exemplaren die je kan kopen. Tot de volgende keer.